zometeen een gesprek met Henry Beunders en we gaan praten over fanatieke fantasten. De critici van Trump, terecht of onrecht, die zijn natuurlijk heel veel, zeker in Europa. Maar die nemen die man nooit meer serieus. De mensen in de Midwest die hem op hem stemmen, dus die gebokken over hem en zo, die houthakkers, bij wijze van spreken, die nemen dat allemaal helemaal niet letterlijk, maar ze nemen hem wel serieus. Want hij straalt kracht uit. De behoefte creëert het charisma, of het eigen onvermogen creëert ook de sterke man. Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Liemt en Nieuwe Ankers is natuurlijk het kanaal voor interviews voor beide waan van de dag. Vandaag een gast die daar heel goed in is. Zijn naam is Henry Beunders, emeritus hoogleraar publieke opinie, Erasmus Universiteit Rotterdam. En we gaan praten over leiderschap in nieuwe tijden. Henry, welkom. Thank you for having me. Jazeker. Kijk, dit wordt een gesprek in een serie, een onregelmatig verschijnende serie. He, daar zitten we nergens aan vast, maar dan kunnen we toch elkaar vaker zien. En die serie heeft een hele mooie naam, die heb jij zelf bedacht. Die heet De Laag Eronder. De Laag Eronder. Want het is precies wat het is. We kunnen wel een of andere rare marketingtermen, maar dat vind je nog steeds een goede naam, hè? Ja, want als ik moet uitleggen wat publieke opinie is en ontwikkeling in de maatschappij in het algemeen, maar vooral publieke opinie, is er geen definitie van te geven. En dan kun je alleen maar in meteorologische termen praten. De storm steekt op en de tij ging liggen en de kalmte trad in en zo, en de onbewolkte lucht en zo. En de golven gaan hoog. Ja. En dan denk ik, ja, die drieslag maak ik altijd. Van het schuim op de golven. Dat is de waan van de dag, zeg maar. Ja. Dan heb je de onderstroom, die je eigenlijk niet ziet, maar veel krachtiger is. Ja. En dan heb je natuurlijk daaronder nog de tektonische platen die kunnen verschuiven. Nou, dan heb je het over crisis der zekerheden. En dan heb je het over werkelijk mondiale, grote politieke dan wel wetenschappelijke verschuivingen. Mooie naam voor Canada, tektonische platen. Moet ik even onthouden. Ook voor een boek trouwens. Ja. Mijn nieuwe boek, tektonische platen. die verschuiven, dat is ook de reden volgens sommigen dat Afrika en Zuid-Amerika, die ooit aan elkaar waren geklonken, zegt men, uit elkaar zijn geschoven vanwege die tektonische platen. Nou, dan heb je het over grote dingen in de wereld. Ja. Geweldig. Nee, daarom. Nou, heel goed. Nou, het is duidelijk dat we het hier houden dan nog redelijk bescheiden. Hè? Bij de laag eronder gaan we daar in ieder geval in vroeten. Daar kun je nog bij met je handen blijven. Jij hebt een boek in voorbereiding. Dat heet, een mooie titel, Fanatieke Fantasten. Ondertitel Dromen over roes, verval en redding van de wereld. Dus fanatieke fantasten. En het is een cultuurgeschiedenis. Het gaat over, heel veel over leiderschap. Bijvoorbeeld over een sterke leider. En dan wil je altijd weten, want dat vind ik altijd gek. Die vraag wordt bijna vergeten ook. Maar waar komt de behoefte aan vandaan? De behoefte aan een sterke leider? We hebben als sociaal dier een behoefte aan een leider, omdat we denk ik, als we thuis in de spiegel kijken, zeggen, wel eens denken, wat stel ik eigenlijk zelf voor? Kan ik eigenlijk wel mijn mannetje, mijn vrouwtje staan als het erop aankomt? Nee, misschien heb ik wel anderen nodig. Dat is dus de maatschappij. In tijden van voorspoed denk je dat je het allemaal wel zelf kunt. Maar in tijden van tegenspoed, dan is het al gauw van, ik heb anderen nodig. En dan kies je al sterk, snel voor iemand die het sterkste lijkt. Ja, de tijden van voorspoed, dan heb je de tijden, laten we zeggen, de tijden van Paars 1, Paars 2. Wie hadden we toen? Wim Kok. Die heeft ook nog minister van Financiën zien geweest. Hadden we een boekhouder en dan dachten we, nou ja, goed, dat mag hij doen, maar dat kunnen wij ook. Ja, dat denk ik dat je gelijk hebt. Dat de mensen in het land dachten, kijk, we hebben natuurlijk wel iemand nodig die op de winkel let. Maar wij hebben zelf iets beters te doen. Hè. We moeten het merk BVX in de markt zetten. En de sky is the limit. En we gaan lekker even geld verdienen. En laat hem dan maar eventjes die boekhoudkundige dingetjes in Den Haag oplossen. Want daar zijn wij te belangrijk voor. Want we leven in een hele dynamische tijd. Dus we hebben er gewoon geen zin in. Dus we laten dat aan hem over. In feite de arrogantie van het mannetje, zoals de loodgieter ook het mannetje noemen. Ja, dat is, ja, we hebben een mannetje voor. We hebben hem nodig voor de zwaanhals onder in de gootsteen. Ja. Maar zelfs dat kunnen we namelijk zelf niet zelf. Maar goed, als de tijden tegen gaan zitten, dan hebben we de neiging om iemand te kiezen die in het minst op ons lijkt. Dus het tegenovergestelde is van onszelf. Want we moeten dan beseffen, in die spiegel of buiten,
hey, ik kan het niet zelf. Ik kan niet deze werkloosheid, deze immigratie, deze vergrijzing, deze eenzaamheid, deze armoede oplossen. Ja. We hebben een groot probleem. Nou ja, dan moet ik iemand kiezen, want ik kan het zelf niet oplossen. Dus dan moet ik iemand hebben die in alles het tegendeel is. En dat zag je vanaf, eigenlijk altijd, of het nou Mussolini was of Colijn. Colijn die was een miljonair, die was rijk geworden bij de Shell, zeg maar. Ja. En die rookte op een dag voor meer geld als sigaren op dan een werkloze in een week aan uitkering kreeg. Die was multimiljonair. Ja. En de kleine luiden, de gereformeerde kleine luiden, stemden op die man. Op precies het omgekeerde. Kok was dus degene die boekhouder, een buurman, kan ik ook. Maar toen kwam er een beetje een probleem met immigratie al. Want hij heeft nooit ook, dan komen we zo misschien nog hopelijk op dat er ook gepresteerd moet worden. Hij heeft nooit een reden gehouden, naar mijn mening, naar mijn herinnering, over de multiculturele samenleving, nooit gehoord. En die problemen kwamen er wel degelijk. En toen zeiden mensen, wacht even, we hebben wel een probleem, in Rotterdam vooral en zo. Goh, dan, dit is wel een heel groot probleem aan het worden met islam en met migratie. Dan moeten we iemand hebben die in niks op onszelf lijkt. Dus vroeger stemde men dan Churchill en zo, ook zo iemand, en Kennedy ook, en Stalin. Maar nu gingen ze op. Henk en Ingrid uit Almere, weet je wel, die altijd al aangevoerd werden sinds 2002. Lekker. Die gingen in één keer yes, yes roepen in de woonkamer als Pim Fortuyn op de televisie verscheen. Met zijn stropdas van 10 centimeter breed en pakken van 6 mil en zijn Bentley voor de studiodeur en zo. En een kale relnicht was, zoals ook anderen hem de goddelijke kale. Maar dan denk ik, niets leek hij op Henk en Ingrid in Almere. Nee. En dat was juist de hoop op redding van, nou ja, als wij zelf, Wim Kok dus, en wij zelf het niet kunnen, dan moeten we iemand hebben die in alles het tegendeel is van onszelf. Dat geldt dus ook, wat je nu zegt, dat geldt in Nederland, maar dat zien we overal. Trump is natuurlijk het uitgewezen voorbeeld, want je ziet ook inderdaad de mooiste reportages vaak. Dan komen er een paar mensen uit de Midwesten natuurlijk aan het woord. Dat zijn vaak veel normalere mensen overigens dan wij vaak voorgespiegeld krijgen. En die lachen ook een beetje om zo'n man en die vinden het helemaal niks. En die zeggen maar uiteindelijk, ik stem toch op hem, ik vind de andere partij nog minder. Maar ik heb verder helemaal niets met hem. Toch stemmen ze op hem. Dat is precies het voorbeeld van Colijn en ook van Fortuyn. Alles het omgekeerde van de Midwestern geblokte overhemd. Ja. Dan die brede stropdas ja. uit New York en zijn Trump Tower. Ja. Dat is wel tekenend. De critici van Trump, terecht of ter onrechte, die zijn natuurlijk heel veel, zeker in Europa. Maar die nemen die man nooit serieus. Maar ze namen wel letterlijk wat hij zei. Oh, hij zegt, oh, hij verkrachters, immigranten. Oh, hij zegt dit over dat ze katten en honden eten in Springfield, Ohio. Och, dat is hartstikke gek. Maar de mensen in de Midwest die hem op hem stemmen, dus die geblokte overhemden en zo, die houthakkers, bij wijze van spreken, die nemen dat allemaal helemaal niet letterlijk. Maar ze nemen wel serieus. Want hij straalt kracht uit. Want hij straalt uit van, hey, als je een clip op YouTube kun je zien dat iemand in zijn gezicht slaat. Gewoon een interview die hem een beetje piepelt. Als er een stropdasje zit en zo. En dan geeft hij gewoon een klap. Ja. En denk, die mensen denken, die vent die kan wat. Die heeft een eigen vliegtuig, die heeft een eigen toren daar in de Trump Tower. Die moeten we hebben. En ja, dat is wel de behoefte creëert het charisma. En de behoefte creëert ook of het eigen onvermogen creëert ook de sterke man. Maar de behoefte nu is, zou ik zeggen, in de westerse wereld kun je zeggen dat de behoefte, het is nooit 100%. Er zal altijd iemand zijn die nu kijkt en die geeft een tegenvoorbeeld. Maar laten we zeggen, in 90% van de gevallen misschien wel, is nu de behoefte aan dit type sterke leider is echt naar boven aan het komen en is ook gaande. Dat denk ik wel, omdat de tijd van de zogeheten unipolaire wereld, met Amerika als machtigste land. Ja. En natuurlijk in de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie als de andere grote mogelijkheid. Maar Amerika was toch machtiger. Die is voorbij. En die is veranderd in een multipolaire wereld van 5, 6, 7 even groot, even machtige landen. En dat wordt een beetje zoals voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. En dat is een hele gevaarlijke toestand, omdat dat heel instabiel is. En mijn grote zorg is, niet dat ik zo voor sterke mannen ben, maar mijn zorg is wel, als ik als historicus kijk naar hoe de Eerste Wereldoorlog is ontstaan, waar al die keizers van Duitsland, van Habsburg, van Rusland,
Het waren allemaal zwakkelingen. Dat waren allemaal zwakkelingen. En dus hadden er allemaal andere mensen hadden wat iets trokken wat aan de touwtjes, wat generaals en wat politici en zo. Maar het waren eigenlijk toch geen sterke mensen. En dat, nee. dat is wel in de Tweede Wereldoorlog had je natuurlijk Stalin, had je Roosevelt en Churchill. Dat waren toch wel wat steviger types die het op hebben genomen tegen Hitler en hebben gewonnen. En die hebben daarna een Yalta-conferentie. Zeker. Bij elkaar geroepen. En dan gingen ze met z'n drieën een beetje Europa verdelen. Ja. Daar komt het ijzeren gordijn van de Baltic to Trieste in de Adriatic Sea, zei Churchill. Dat wordt nu een nieuwe verhouding in Europa. Nou, okay. Maar die sterke leider, waar vind je nu? Want vergelijken is altijd lastig. Zeker jij als historicus, misschien dat je het beaamt of niet, dat moet je maar zeggen. Maar een beetje kennen, denk ik dat je dat ook lastig vindt. Maar je kunt af en toe toch wel degelijk parallellen maken. En zitten we dan nu vlak voor die Tweede Wereldoorlog of vlak voor die Eerste Wereldoorlog? Ik denk dat we vlak voor de Eerste Wereldoorlog zitten, omdat we niet een figuur hebben als Hitler, ook niet in Poetin en Xi Jinping en in de Ayatollah Khamenei in Iran en zo. Poetin niet? Nee, die sterke man, die heeft een enorme wilskracht. Aangeboren, jeugd, kindertijd, weet ik het. En heeft rancune en ontwikkelt zich als haat. En hij heeft Ausdauer. Hè? Hij houdt vol, geeft nooit op. Trump ook, geeft nooit op. Hij loopt zo vaak. Bzzzt, en dan gaat hij, dus ze geven nooit op. Mussolini gaf ook nooit op. Hitler gaf ook nooit op. Die kwam gewoon, ging zo, dan kwam hij terug. En Poetin geeft ook nooit op. Dus wat men zegt over Hitler, de grootste fout ten opzichte van Hitler is dat wij hem hebben onderschat in 1933, in 1930 eigenlijk al. Ja. Met Poetin precies hetzelfde. We dachten, nou ja, oké, het valt mee te praten. Uit onze eigen morele arrogantie eigenlijk, ja, denken we, hij is toch hetzelfde als wij. Hij wil ook gewoon welvaart en vrede en democratie en weet ik wat. Ja. Dus dan laten we hem maar ook uitnodigen voor de opening van de Hermitage hier in 2012 aan de Amstel. Ja. En Beatrix erbij en zo. Hij is een van ons. Biertje mee drinken. Biertje, kook bij Willem-Alexander. Ja. Maar, en we onderschatten dus wat de emotionele en ook de hardheid is van sommige leiders die ontstaan. En die omhoog komen natuurlijk als de behoefte groot wordt, zoals ik net zei. Maar dan is hij dus wel degelijk, Poetin, wel degelijk vergelijkbaar met Hitler. Poetin die zegt gewoon, en dat is als je het hebt over fake news en zo, hij zegt gewoon altijd wat hij wil. Hij heeft altijd gezegd wat hij wil. Ja. Namelijk de boel herstellen naar de tijd van de Sovjet-Unie. En hij haat dat West-Europa doet alsof ze net zo de grens kunnen oprukken van Rusland. En ja, wij gaan terugslaan, want wij houden niet van die hele liberale democratie in het Westen. En die zogeheten mensenrechtencultuur. We gaan het anders doen. Maar dat wil niet zeggen dat hij ook heeft gezegd, naar mijn mening, zover ik weet althans, ik ga ook heute Deutschland morgen die ganze welt. Dat heeft hij niet gezegd. Zoals in Duitsland wel gold. Dus in die zin is hij revanchistisch. Want het grootste probleem van meneer Poetin is dat hij niet kan hebben dat de Sovjet-Unie naar elkaar is gevallen. En hij zat in Duitsland als KGB-man toen ik er ook was. Ik heb hem bijna ontmoet, bij wijze van spreken, in 1989. Ja. Toen heeft hij je was daar correspondent tijdens de val, voor, tijdens en net na de val van de muur. En dat was een moment. Ja, in de race zat hij. Ja. En toen kwamen de demonstranten voor het hek van het Russische consulaat. En hij was in zijn eentje en ging hij bellen met Moskou. Niemand nam op. Want Gorbachev, ja, sorry. Ik heb het al opgegeven. Ja, en hij zei, toen dacht hij, wacht even, deze vernedering laat ik me nooit meer overkomen. En dat is in mijn ogen de drive van Poetin, zoals Trump zijn eigen emotionele drive heeft. En dat is nu wel nogal belangrijk als we kijken naar het Midden-Oosten. Zeker, maar mag ik toch even bij Poetin nog blijven? Hij heeft wel een paar dingen geroepen. Althans, zijn premier Medvedev, dat is het verhaal toch in 2016, die zei al de tijden, en dat nam ook helemaal niet serieus, de Koude Oorlog is teruggekeerd, dezelfde tijden. En bovendien ook beide, ja. Medvedev en later ook Poetin zelf, die zeiden, we laten het hier niet bij. Die hebben wel degelijk meer dan door laten schemeren
dat ze het Rijk willen uitbreiden. Wel inderdaad herstel van vroeger. Niet de hele wereld pakken, maar ook dat ze het echt niet laten bij alleen maar Oekraïne. Ja, dat klopt. Maar dat is toch wat anders dan morgen die ganze wereld. Ja. Maar je hebt gelijk. Het is een revanchisme wat we eigenlijk al, als we goed hadden gekeken, onder de onderlaag. Ja. In Rusland, hadden we dat kunnen weten. Maar ons eigen belang, gas en weet ik wat allemaal, en Hermitage, dachten van ja, het is ook een prachtige Russische cultuur en daar moeten we allemaal met praten en diplomatie kunnen we dat allemaal oplossen. En dat is een grote vergissing. Ja, het handel-door-wandel-verhaal. Heb je enig idee hoe een leider, als we toch over leiders praten, zo'n Angela Merkel dat niet gezien heeft, terwijl ze Russisch spreekt, terwijl ze uit Oost-Duitsland komt, het oude Oost-Duitsland, terwijl ze, je zou zeggen, die snapt die cultuur. En toch geloof hechten aan wandel door handen, daar was zij bijna de protagonist van. Ja, Duitsland is natuurlijk toch een ander land dan wij. Angela Merkel was Oost-Duits inderdaad, wetenschapper, ook al belangrijk. Ze sprak vloeiend Russisch. Ja. En ze werd ook nog vernederd en doodsbang gemaakt door die Poetin als ze op bezoek kwam in Kremlin. Ja, met dat hondje. Want ze was bang voor honden en dan liet hij hem herdershond binnenkomen lopen. Ja. Nou, dan ben je toch wel. Als je dat, en dat was in 2010 of 2012. Dan, als je dat overkomt, dan moet je toch al denken van die man, dat zei ze ook, hij leeft in een parallele wereld. Ja. Maar wat ze dan deed. Want wat was Angela Merkel als Duitse bondskanselier? Was ook representant van Mercedes. En BMW en Siemens enzovoorts. Dus die, en de gasleiding en de gastoevoer. Dus die hadden ook belangen te vertegenwoordigen. Die belangrijker waren dan haar persoonlijke inschatting van die Poetin die ze toen toch ook wel. Ja. Dus je denkt dat haar persoonlijke inschatting was dan de juiste. Maar ze werd gewoon overruled door het bedrijfsleven. Maar zij vond ook het Duitse nationale belang, namelijk de industrie. Ja. Belangrijker dan haar persoonlijke afkeer. Ja. En ook angst van deze Poetin, ja. En er zit bespeeld, misschien, maar dat weten we niet, toch haar opvoeding in, al wel als dochter van een dominee, maar wel haar opvoeding in dat communistische Oost-Duitsland speelt misschien toch nog wel een rol. Niet alleen omdat ze vloeiend Russisch sprak, maar ook wel. Ze begreep toch wel die meer autoritaire manier van regeren, dat ook gewoon, ja, dat kunnen we niks aan doen. Dat moeten we ook laten bestaan. Dat was misschien toch wel een idee van haar. En ze had bovendien meer een grotere hekel aan de westerse cultuur dan mensen wel eens denken. Jazeker. Als Oost-Duitse. Ook met Wierschavandas in 2015, met die vluchtelingenstroom. Ja, zegt men, ja, nu dat ze heeft gezegd, in besloten kring. Nou, ervaart West-Duitsland ook eens wat het is om als staat te verdwijnen, want Oost-Duitsland is verdwenen. Haar staat is verdwenen. Ja. Ze gingen allemaal naar, de Oost-Duitsers gingen allemaal naar West-Duitsland. Maar ja, dat zag je in die tijd natuurlijk wel, toen ze dat zei als analyse ook van, ze heeft een antenne daarvoor, ze begrijpt dat. Ja, maar ik denk dat er een persoonlijke motivatie wel degelijk een rol speelt die we niet weten, want we zijn niet haar psychiaters. Dus ik kan er ook maar alleen maar met hele grote terughoudendheid iets over zeggen. Natuurlijk. Maar met Trump zegt men, en dat geloof ik, maar ik geloof dus in dat soort dingen als man van de publieke opinie, moet je ook een beetje psycholoog spelen, van de koude grond dan weliswaar, maar goed. Ja. Trump, die heeft in 1979, wat nu heel belangrijk is met Iran nu, met Israël, ja. In 1979 gijzelde Iran onder voering van de net teruggekeerde Khomeini, die de Shah heeft aan de kant heeft gezet, gijzelde het hele personeel van de Amerikaanse ambassade, 150 man, een jaar lang. En Carter, president Carter, kon er niks aan doen. Hij was ook net als Biden eigenlijk aardig, goedwillend en degelijk en deugdelijk. Maar hij kon niks aan doen. Toen koos men Reagan. Dat was de reden. En toen zijn ze onmiddellijk vrijgelaten. Op de dag dat Reagan geïnstalleerd werd, zijn die gijzelaars vrijgelaten. En Trump, die was toen 30 of zo, die zei, dit nooit weer. En toen is Mega America Great Again geboren. Daarnabij, zijn broer was in hetzelfde jaar overleden aan alcohol. Ja. Zei, en sindsdien is hij nooit meer een druppel gedronken. En die twee dingen, hij heeft nooit meer een druppel gedronken sinds 1979. En hij heeft gezegd, deze vernedering ga ik goed maken tegen dat wij nu... Nu gegijzeld zijn een jaar lang door zo'n baardfiguur in Teheran. En dat is het eigenlijk altijd de lijn geweest.
En dus je kunt wel degelijk een vernedering in de jeugd of in de vroege volwassenheid bij Hitler en bij Poetin dus, kun je wel degelijk goed moeten analyseren en goed moeten gebruiken in een verklaring van hoe dingen zo gaan. Los van de economische en de politieke en geopolitieke dingen. Nee, zeker. Dit zou je natuurlijk, je zou dat graag willen weten eigenlijk. Al deze patronen zien van dit soort leiders. Ja, nou, dat ook allemaal geheel onthouden worden. Hij is al 45 jaar geheel onthouden, Trump. Ja. Hij denkt gewoon als je bij Macron met zijn wijnen in Frankrijk komt, zegt hij niet alleen tegen die vrouw, nou, in good shape. Ah, colaatje. Ja. Nee, dat is zo. Nee, is wel, ja, ik moet wel een beetje om lachen, omdat ze, maar daar gaat mijn boek over, ook, eigenlijk wat is een groot leven, waarom slaagt de één, om in dit geval Cornelis Lely, die dan al 40 jaar bezig is, heeft ook al 40 jaar, hè? Ja. 40 jaar bezig was voordat die rare afsluitdijk daar inderdaad werd aangelegd, ja. 40 jaar. Ja. 3 keer minister voor geweest, telkens afgewezen, weer komt hij weer terug met dat plan en uiteindelijk, oké, laten we maar doen. En waarom, en die andere man, andere hoofdpersoon in het boek, die wilde de dam leggen tussen Gibraltar en Noord-Afrika om de Middellandse Zee uit te drogen. En dan zakt het pijl en dan kun je daar waterkrachtcentrales in bij Gibraltar bouwen en ook bij de Dardanellen. Dan heb je elektriciteit en stroom voor heel Europa voor de eeuwigheid. En je hebt nieuw land, de grootte van Frankrijk en Duitsland bij elkaar ongeveer. Kortom, groot denken. En die mislukt. En niemand weet wie dat was. Hè? Maar hij was toen heel onbekend, hoor. En nu denken ze weer zo, als spiegeltjes in de lucht, rotsblokken uit IJsland in zee werpen om die CO2 te binden en zo. Nu denken we weer wereldwijd, mondiaal, en denk ik, hallo, waar zijn we nu mee bezig? Maar het gaat erom, waarom slaagt de een wel in zijn streven en mislukt de ander? Mijn antwoord is die wilskracht natuurlijk, maar ook het netwerk en het gevoel van hoe je dingen kunt bereiken. En Trump die doet het toch eigenlijk niet via netwerken, want hij wordt overal uitgelachen. En, zeker door de media en door de culturele elites. Maar hij doet het dus door kracht uit te stralen. Ja. En dat die dierlijke kracht, hè? Die oerkracht. Het is dierlijke kracht wat je zegt. Hij lijkt helemaal niet na te denken. Hij schijnt ook nooit een boek te lezen, maar hij denkt eigenlijk niet na. Hij doet. Dus hij geeft ook iemand gewoon een klap. Ja. Net als Clint Eastwood als agent Gallaghan in Dirty Harry. Die aanslag op hem, op Trump, die Republikeinse conventie een week later met zijn pleister op zijn oor, dat was bijna een religieuze bijeenkomst. Dat was een bijeenkomst van gelovigen in de Almachtige, die wederopgestanden was. Net als de Duitsers werkloos, 6 miljoen werkloos in 1933, 32. Hitler geloofde van dat is de Messias die ons land en onze cultuur en onszelf. En hij bevestigde dat natuurlijk ook door meteen die instinctieve reactie te hebben. Dat is toch het dierlijke weer. Dat is ook dierlijk. Die is het meteen. Dat is het dierlijk. En dat is ook een van de belangrijke kenmerken van een sterke leider. Die knippert niet met zijn ogen. Die is niet bang. En die is ook roekeloos, maar die is ook totaal niet bang. Want hij heeft een missie. Hij heeft een soort, dit is het. En hij is eigenlijk ook hij loopt als een ballon leeg als het publiek er niet is. Dus hij vult zich met de lucht, wordt steeds groter, dankzij de massa, dankzij die media-aandacht, ook een massa. En zo is dat een wisselwerking tussen het volk, dat een leider wil, en die leider zegt, oké, ik volg jullie en daarom ben ik jullie leider. En dat is een wisselwerking. Dat is bijna een fysiek en bijna, zoals je zegt, dierlijke aangelegenheid. Ja, dus hij vlijt zich dan. En wij denken allemaal rationeel en in termen verkiezingspunt, programma's en zo. Maar in feite gaat dit allemaal om dierlijke, dierlijk menselijk gedrag. En dan vlijt hij zich in de aandacht van het volk, daar wordt hij nog groter door en daarbij dus ook totaal schaamteloos. Want je zegt, je bent niet bang of bijna niet bang, maar ook schaamteloos. En dat vind je dan mooi als je een sterke leider nodig hebt. Zelf ben je dat niet, maar hij wel. Ja, dus hij kan ook zeggen, ik kan iemand op Fifth Avenue neerschieten en dan blijf ik even populair als daarvoor.
Dat zei Poetin precies hetzelfde over een vroegere president van Israël. Die werd aangeklaagd en berecht wegens verkrachtingen van 9 vrouwen of zo. Zegt Poetin, strong man. Ja. Niet Nederlands, want wij zijn van het polderen. Wij zijn van het theedrinken met elkaar om een ronde tafel. Dit is trouwens een ovale tafel, maar ronde tafels zijn eigenlijk. Ja. En dan komen we er wel uit. Dus wij begrijpen ook helemaal niet dat andere volken, andere mensen ook daar enorm ontzag voor hebben. En het wordt ook versterkt, denk ik, door toch wel de ontkerkelijking natuurlijk, dat wij die metafysische, pseudo-religieuze energie niet kwijt kunnen. En dat stoppen wij nu allemaal in media mensen. Of we dan filmsterren zijn of politici, maakt niet zoveel uit. Ja, want dat krijg je dan inderdaad. Hè? Dan heb je, want dat is ook... Kijk, we hebben elkaar van tevoren even gesproken en ik heb dat nooit vergeten wat je toen zei. Want ik dacht, is dat nou ook een punt op deze lijst? Ja, wel degelijk. Je kijkt dan op naar filmhelden, naar politici, omdat je geen vrienden hebt. En je hebt een onderzoekje toch gevonden in Amerika, dat mensen zeggen dat een heel groot deel van die mensen heeft ook geen vrienden. En dan zoek je een plastic vriend en dat is dan een van deze mannen. Ja, dat is denk ik een vergeten factor. Kijk, wij zitten hier aan de Houthaven in Amsterdam, allemaal een beetje hip en happening en juppies en zo, allemaal wat goed voor elkaar, zitten allemaal achter een laptop. Maar veel Amerikanen, ik weet niet precies wat het percentage is, ik heb wel eens gelezen 40%, heeft maar $400-500 op de spaarrekening staan. Dus als de koelkast kapot gaat, kunnen ze die niet laten repareren. En onderzoek wijst uit dat 40% ook ongeveer zegt, ik heb één vriend, intieme vriend. En 10% zegt, ik heb helemaal geen vrienden. En dan zeggen ze, ik heb wel een vriend. Hij heet Donald. Ja. En dat is wat mensen vergeten, dat die eenzaamheid van de mens, het klinkt een beetje pseudo-religieus dit, maar we zijn natuurlijk wel in de wereld geworpen, zoals Heidegger zegt, en we zijn in ons eentje. Ja. En in nare tijden voelen we dat heel erg sterk, of je nou in scheiding ligt of werkloos bent geworden of wat ook, maar dan denk je, verdorie, ik ben toch wel heel erg alleen en er is eigenlijk geen verticale lijn meer van hoop. Maar waar moet ik het dan horizontaal zoeken? Dan zoek ik het in de sterkste die ik tegenkom. En dat heet toevallig Trump of Mussolini of Poetin of... Of wie? Ook Boris Johnson. Die heeft het natuurlijk binnen de democratische regels, bij Trump ook trouwens. Maar toch ook wel gedaan dat hij het met zijn hados en zijn humor en zijn geestige oplichterij met de kromming van de banaan volgens die door Brussel zou zijn voorgeschreven en zo. Zeker. Heeft hij toch ook die eenzaamheid in Noordwest-Engeland, Noordoost-Engeland, al die arme streken, daar heeft hij toch wel aangeroerd met zijn belofte van bloeiende landschappen, zoals ook Kool aan de Oost-Duitsers beloofde in 1989-90. Ja, dan zijn mensen daar toch heel erg gevoelig voor. We zijn niet zo rationeel en niet zo self-composed als wij denken dat we zijn. Dat is inderdaad een enorme vergissing. Hè? Sinds de verlichting weten wij het allemaal. We zijn totaal rationeel en daardoor weten wij het ook beter dan de rest van de wereld. Ze komen allemaal ook naar ons toe, dus we hebben het hier het best voor elkaar. Zeker materieel. Je moet gewoon onszelf, we gaan geen weg met ons roepen, maar we moeten het ook niet omdraaien. We vergeten dan dat we de anderen op een andere manier moeten beoordelen. Ik denk, onderschatten we per definitie. Ja, dat denk ik wel, omdat we in een hele digitale, hoogopgeleide wereld zijn gaan leven. High-tech en zo. Dus alles is digitaal, maar ook alles is rationeel geworden. Als je verkeerde toetsen drukt op je toetsenbord, dan kom je niet bij de data enzovoort. Nee. Dus, en dan heb je de kloof tussen wat ik dan noem, de stad en platteland wordt dus te groot. En hoogopgeleid en laagopgeleid, of theoretisch en praktisch. En dat is dan de strijd tussen de goed gebekte hier in Amsterdam en in de Randstad, in West-Europa. En de sprakelozen, dat zijn dan die boeren met die stroobalen en die hooivorken. Ja. En die kunnen namelijk niet zo goed rationeel argumenteren als die slim opgeleide studenten en politici. En dat leidt tot een grote wrok en ook haat zelfs. Daar gebruikt Trump natuurlijk elke dag ongeveer. Namelijk dat die mensen zeggen, hey, jullie zeggen toch dat we allemaal gelijk zijn. Waarom moet ik dan
mag ik dan niks zeggen? Ja, ik heb wel net die zwanenhals bij jou in die keuken gerepareerd als loodgieter. Maar waarom mag ik dan niet meepraten over genetische modificatie? Ja. Wat jullie dan manipulatie noemen. Maar goed, waarom mag ik niet meepraten over de Yazidis in Irak? Waarom mag ik niet meepraten over Kandinsky of weet ik wat voor kunstenaar? Daar weet ik toch ook alles van? Ik ben gelijk. En dat is de vergissing van de Franse revolutie in feite. Dat die vrijheid gelijk het broederschap. Ja, die broederschap die is er dan wel in theorie, nou ja, maar niet ook, in praktijk. Gelijkwaardigheid is ook weer wat anders, maar deze gelijkheid wordt zo opgevat. Maar als dat de denkfout is van degene die nu het woord zeg hebben, degene die tegen de sprakeloze ingaan, de rationele goed gebekte. Mm-hmm. Hoe kun je beter anders gedragen? Want ik bedoel, dat is een van de redenen van de polarisatie natuurlijk ook. Of de oorzaken van de polarisatie. Hoe zou je anders moeten gedragen tegen iemand die sprakeloos is? Nou, nu is 99% van het parlement, Eerste en Tweede Kamer, doctorandus, meester in de rechten of weet ik wat voor doorgeleerde beroep. En ik geloof dat alleen Caroline van der Plas en nog een paar niet afgestudeerd zijn. Nee. Dus wat in de 19e eeuw juristen waren, toen werd dat ingenieurs en nu zijn het gewoon algemene cultuur. Doctorandus of meesters in de rechten, ja. Weet ik het wel. En dus dat is een hele eenzijdige ontwikkeling van de liberale democratische rechtsstaat. Wat bevorderd wordt ook nog. Dat bevordert ook de hang naar juridificering, rechtbank inschakelen als je het niet zelf via de stembus kunt winnen. Ja. Dan dan gaan we een klachtenprocedure, Schiphol. Ja. We leven in een hele complexe maatschappij. Maar de slimmerts, die weten wel aan de manier om een klacht in te dienen. Die weten de procedure wel te verhinderen. Die weten wel de nieuwbouwwijk te voorkomen en zeggen, ik wil het. Nee. Ik ken de wethouder, ik regel het. Die weten wel hoe ze de Shell moeten aanpakken en dan een rechtszaak aanspannen, enzovoorts. Ja. Dus, en dat kunnen de mensen in Assen en in Deventer, die gewoon op de boerderij wonen, bij wijze van spreken, of in een service station werken, verdeelstation, die kunnen dat niet. En dat is wel een groot probleem. Nee, natuurlijk, maar dat is de analyse. En ik verwacht niet dat jij ook hier meteen de oplossing hebt. Misschien gaat het er niet eens om, dat mogen anderen proberen, maar toch wel een poging. Want dat denk je natuurlijk ook al vanuit. Nou, hoe kun je dat doorbreken? Sommigen zeggen, mensen die boekjes schrijven tegen populisme en over duidelijkheid of tegen duidelijkheid, dat ze toch meer moeten overleggen. Ja, dat is wel allemaal in het voordeel van de goed gebekte. Ja. Maar als je duidelijke verhaal hebt, wat natuurlijk die Trump wel heeft. Maar wat had Den Uyl ook, hè? Die had een zwarte hoornen bril, die was zo dik als weet ik wat. Ja. Had een sigaar, net als Colijn. Ja. En dan liep hij langs de steiger en dan stonden die bouwvakkers, toen hij premier was. Jopie. Ja, zeker. Die wisten wat hij wilde. Hij zei, de inkomensverhouding moet 1:5 zijn. Iemand mag niet meer dan 5 keer zoveel verdienen, de premier, dan de arbeider en zo. En we gaan dat doen en we gaan dat doen. En we gaan belasting heffen op bedrijven die te veel winst maken, enzovoort, enzovoort. Dat was een duidelijk verhaal. En dat geloofden ook de arbeiders die toen arbeiders heden, want daarna werden ze ook dezelfde Uyl werknemer gepromoveerd. Maar dat is wel wat nodig is. En als je dan, net als Fortuyn, net als Churchill, ook met zijn sigaar, maakt niet uit hoe je eruit ziet en of je rijk bent of een hele andere wereld leeft dan jij als werknemer. Maar dan geloof je dat. Dus dan komt het bij elkaar. Dan komt de boodschap en de persoon bij elkaar in een bepaalde tijd die erop vraagt. Maar dat is heel interessant voor bijvoorbeeld de AGMW-kreunende linkervleugel in Nederland. Die maar niet die boodschap die ze hebben voor het voetlicht kan brengen. Die boodschap van klimaat en noem maar op. En die niet weten eigenlijk precies wat ze moeten. Die zouden dus hierover moeten nadenken als ze tenminste een machtspositie willen gaan bekleden. Dat denk ik wel, want je hebt dus een. Wilders is een voorbeeld van iemand die en altijd dezelfde boodschap heeft, al 20 jaar lang. Ja. En ook altijd dezelfde uitstraling heeft, ja. Altijd hetzelfde zegt. En altijd ook heel handig ook is met media en met. Want het parlement is eigenlijk zijn. Als antiparlementaire. Parlement is nep en zo. Het parlement is natuurlijk zijn studio. Dat is zijn manier, net als voor Trump sociale media was.
Maar het is wel één boodschap, één persoon. En dan is het soms lang wachten totdat de tijd rijp is, zeg maar dan. Totdat de tijd zo beroerd is dat de mensen zeggen, ja, ik ga hem toch. Ja, dat hebben we nodig. Precies het omgekeerde dus als wij. Want ook Wilders is weer zo'n omgekeerde figuur dan de doorsnee Nederlander. Maar laten we gewoon dan een ander type noemen. Timmermans bijvoorbeeld. Van die vorm- en volksstrategie. Dat hij zei, tegen obesitas strijden, dat was al raar dat hij dat deed. En dat hij er als een soort ambassadeur, dat is op zichzelf al. Maar wat zou hij dan hier kunnen doen? Want hij probeert dat wel. He, van de gewone man, die gek is op rode JC, van voetbal houdt. Ik denk dat je toch het kernprobleem moet beantwoorden. In dit geval is gewoon het actuele probleem natuurlijk immigratie en veiligheid, ook op straat. Dat is het doorslaggevende en dat kan ook doorslaggevend worden bij de Amerikaanse verkiezingen dit jaar, over een maand, wanneer je zit. Ook in het Midden-Oosten, maar ook op straat gewoon. Ja. Als er weer neergestoken wordt, dan zijn er weer 100 stemmers op Trump en op Wilders. Ja. Maar de kernkwestie is in mijn ogen emancipatie. We hebben dus de links is daar natuurlijk gelukkig altijd het beste in geweest. Zeggen wij zijn voor emancipatie van de arbeider tot de werknemer enzovoort. Iedereen is gelijk. En dat deden ook trouwens de katholieke zuiden, de protestanten deden dat ook hoor, want het was gewoon interne mobilisatie omhoog. Je kon binnen de katholieke zuil echt van arbeider naar vakbondsleider worden en ook minister en zo. Ja. Via dan leraarschap en advocaat en zo. Maar goed, je kon stijgen, je kon mobiliseren. En die hele emancipatie is een probleem wat niet is doorgedacht en wat daar de consequenties van zijn. Want het is de consequentie is dat iedereen zich gelijk waant. Ja. En in de praktijk is het ook zo, want voor de wet zijn we gelijk. We hebben de grondwet, die begint met een artikel met een verbod. Nou, dat is het enige grondwet in de hele wereld dat met een verbod begint. Je mag niet discrimineren. De rest van die 27 artikelen of zo, allemaal rechten. Recht op vrije tijd, recht op gezondheid, recht op dit, recht op dat. Allemaal op basis van gelijkheid. En dat komt allemaal door die emancipatie. Dus in die verzuiling is dat gewoon goed gegaan. Want het waren allemaal zuilen die overlegden aan de top. Toen is die verzuiling voltooid geraakt in de jaren 70. Toen kreeg je polarisatie, Telegraaf versus Volkskrant en zo. Maar je kreeg wel van, iedereen zei, dankjewel Partij van de Arbeid. Ik ben nu werknemer en geen arbeider meer. En ik heb nu een premie A koophuis. Dus dankjewel, ik heb jou niet meer nodig. De katholieken zeiden, de kerk, ik heb jou ook niet meer nodig. Want ik ben geëmancipeerd, ik ben vrij. Wat betekent emancipatie? Dat is wel een kernprobleem. Dat komt dus van emanus caper, dat is Latijn. Ja. Uit de hand geven. Dus de vader geeft de zoon van 18 een tik op de schouder. Of de koningin geeft een veteraan een slag op de schouder. Dan heeft hij een lintje en zo. Ja. Hij geeft de slaaf of de zoon of de dochter de vrijheid. Ja. Het probleem is daarna, hij is dus geëmancipeerd. Dat wil zeggen, hij is vrij. Ja. Wat gebeurt er dan? Wat moet ik met die vrijheid doen? Want ik ben nu gelijk aan iedereen. Ja. Maar dan is het wel een rat race aan het worden, want dan moet iedereen voor zichzelf zorgen dat hij ook nog een beetje zijn centen verdient en een beetje erkenning krijgt en aandacht en zo, zoals ik en jij. Dus dan is dat wel een red race en weet je wat het geheim van een red race is? Either you win or lose, you're still a red. Ja. En dan ben je dus wel allemaal gelijk, maar iedereen is voor zichzelf bezig en dan is er dus geen overkoepelend gevoel meer, is er geen hiërarchie meer van, God, hij weet er toch meer vanaf dan ik als loodgieter met die zwanenhals in jouw keuken. En ik weet eigenlijk toch niet zoveel van hartchirurgie dan die man. En ik ga toch gewoon maar naar een dokter. Dat probleem is echt nu fundamenteel, want dat is ook de reden waarom al die mensen op Trump stemmen of anderen. Er is geen automatisch gevoel meer van, misschien weet ik dat eigenlijk wel niet. Maar door die media, die versterken dat iedereen mee kan doen. Iedereen heeft smaak. Daar wil ik zo over hebben, over de media nog. Maar nog even over Timmermans. Want hij heeft van deze analyse kunnen leren? Die kan hiervan leren dat hij zegt, wij zijn allemaal gelijk in Nederland. Maar dat betekent dat we wel grenzen om die nazistaat moeten trekken. Of het met slagbomen is of niet. Want we kunnen niet gelijk zijn in de hele wereld. Want we hebben 8 miljard mensen op deze wereld. Hoe kunnen wij voor 8 miljard mensen
zorgen. Dat kunnen wij niet. Dus wij moeten voor ons eigen land zorgen. Dus we moeten voor die 18, intussen 19, ik weet niet, miljoen mensen zorgen. En dat betekent dat wij die verzorgingsstaat eigenlijk toch moeten afgrenzen. En dat is het taboe. Dat kan niet, want we zijn zogenaamd in die globale wereld en zo. Ja. En iedereen is wereldburger en zo. Dat is het probleem wat hij niet heeft weten op te lossen. En altijd dan met Europa komt. Ja, we moeten, Nederland is te klein, we moeten Europa als eenheid kiezen. Ja. Maar dat, is de, dat, geeft tot die, dat leidt tot die verwarring. Van, ja, maar wacht even, we waren toch Nederland? We zijn toch gelijk in Nederland? Of zijn we ook gelijk aan de mensen in Bulgarije? Ja, nou ja, komt het gestotter al. Zijn de Bulgaren gelijk aan ons. En dan, ja, dat is jammer. Want dan ga je niet meer op Timmermans stemmen. Want dan denkt de loodschieter ook, wacht even, de Bulgaar is niet gelijk aan de Nederlander. Dat willen we niet. Dat is precies het punt wat wij hebben rechten. Omdat wij als Nederlandse natie een Nederlandse staat hebben en een Nederlandse grondwet en belasting betalen aan Den Haag. En dat is de reden waarom mensen zeggen, ik heb toch recht op bijstand, ik heb toch recht op dit en recht op dat. Omdat wij dus in een afgesloten ruimte dat hebben afgesproken. De staat levert veiligheid voor ons en wij betalen belastingen en we hebben ook bepaalde rechten. Maar je denkt, ook al staat Timmermans staat hier niet achter, maar gewoon uit opportunistische overwegingen. Hij kent deze analyse misschien ook, of maakt er nu kennis mee, meneer Timmermans, gratis advies. Maar dat betekent dus wel dat hij uit opportunistische overwegingen, als hij wil winnen, als hij hier de leider wil worden, zal hij tegen zijn eigen ideeën in moeten gaan. Dan moeten ze zeggen, luister even, Europa even terzijde, maar het gaat om Nederland. Daar sta ik pal voor. Ja, nou ja, dan heeft Lubbers altijd als katholiek gezegd, nou dan heb ik de theorie van de subsidiariteit. Dat betekent, wat je op laag niveau kunt regelen, moet je op laag niveau regelen. En dan wat alleen op hoog niveau geregeld kan worden, moet je op hoog niveau. Dus daar moet je heel duidelijk in zijn. Ja. Wat kan op nationaal niveau of lokaal, provinciaal, nationaal, Europees en dan mondiaal. Dat is een nieuwe. Maar hij komt uit het katholieke Zuiden, Timmermans. Dus hij zou iets meer van dat katholieke moeten hebben, ook in zijn manier van denken. Flexibiliteit. Dat merk ik dus niet zo heel veel van, nee. Omdat toch wel de man. Nou ja, we hoeven het niet over Timmermans te hebben, maar de man spreekt 6 talen, geloof ik. Nou, allemaal geweldig en zo, ja, super intelligent en rationeel en zo. Maar het is weer wel een vertegenwoordiger van de Twitter, de rationele, goed gebekte klasse, die eigenlijk niet zo goed nadenkt over hoe dan de mensen zich kunnen voelen. Om het in de andere termen te noemen, wat Sigrid Kaag vanuit de dienstauto zei over die lui die daar met die stroopbaal op de weg lagen, die BBB-mensen opstemden. Wie zijn die mensen? Nou, dat is het probleem. Wat willen mensen dan precies in het eigen land? Want hij kwam uit Brussel, maar wat willen de mensen in Nederland? En dat is wat. En dan moet je meer. En de mensen willen nu een sterke leider. Maar is het genoeg? Want je zei net, daar moet het over hebben. Dat denk ik ook. Is het genoeg dat een sterke leider gebruik maakt van een trucje? Of moet een sterke leider ook daadwerkelijk presteren? Alleen kleine mensen kunnen de grootheid van anderen niet inzien. Ik geloof dat Multatuli dat heeft gezegd. Als mensen denken dat ze allemaal gelijk zijn, dan zijn ze eigenlijk klein. Als je zelf respect hebt en een beetje verstand van de wereld en een beetje ook nederigheid, dan zie je ook de grootheid van anderen. Ik weet dat hele andere mensen zijn. Die kunnen veel meer dan ik, die weten veel meer dan ik, die zijn veel groter dan ik. Nou, dat vind ik eigenlijk helemaal heel normaal, dat ik dat accepteer dat andere mensen veel meer kunnen dan ik. Maar als je zegt, iedereen is gelijk. Die trucjes, dan wil ik wel een. Ik heb hier een paar velletjes meegenomen. En dat ik gezegd, ja, je moet dus toch naar die man van 5 eeuwen terug, Machiavelli, teruggaan als je het hebt over hoe de vorst moet regeren. En daar gaf hij advies over. En dan zei hij, één lang citaat, als ik dat voor mag lezen. Ja, graag. Dan zegt hij in zijn advies hoe de vorst de staat moet besturen en ook behouden. Hè? Want je kunt ook natuurlijk één dag besturen en dan afgezet worden. Dan citaat. De mensen oordelen gewoonlijk meer naar wat ze met de ogen zien dan wat ze met de handen voelen. Want zien kan iedereen. Voelen lukt maar weinigen.
Iedereen ziet wat je schijnt, weinigen voelen wat je bent. Dat is wat veel mensen hem in de schoenen schuiven. Ja, ja, allemaal schijn, oplichterij, manipulatie, Trump. Blablabla. Maar hij gaat gewoon door. En die weinigen durven zich niet te verzetten, die hem dus wel kennen, de vorst. Die weinigen durven zich niet te verzetten tegen de opvatting van de meerderheid, die zich door het hoogste gezag beschermd weet. Bij de daden van alle mensen, maar vooral bij die van hen die de hoogste macht uitoefenen, kijkt men altijd naar het uiteindelijke resultaat. En dat zijn die twee dingen. De schijn, en dan kun je zeggen, wij als Nederland, oplichterijen, mannetjesmakerijen, beeldvorming, ook zo'n raar woord. Allemaal, niet eerlijk en zo. Mark Rutte werd ook verweten dat hij niet eerlijk was, omdat hij gewoon altijd lachte en ja. maar ondertussen de bevoordeelde die schijn en werkelijkheid, schijn en resultaten, daar gaat het om. En ja, het is een beetje de autobaan van Hitler, hè, die altijd vergeten wordt. Maar goed, hij moest ook dit soort dingen doen. Als het alleen maar de schijn was, dan was dat niet genoeg geweest. Hitler werd op 30 januari 1933 tot Rijkskanselier benoemd. En toen waren er 6 miljoen of meer, misschien wel 8 miljoen werklozen. Op de 60 miljoen. Enorm. En 4 jaar later was die werklozen weg. Ja. Want ze werden aan het spitten gezet van die autobanen. Ja. Ze werden natuurlijk vooral in de bewapeningsindustrie ingezet. Oké, we hebben de Tweede Wereldoorlog daardoor aan te danken. Maar de werkloosheid was weg. Dus als er een opiniepoll was geweest in 1938 over Hitler, hij was de populairste politicus van Europa. Ja. Zoals Mussolini in 1927 ook door het Algemeen Handelsblad in Nederland. Na Edison, van de gloeilampen, daar is al die gloeilampen hier, van Thomas Alva Edison. Die was de beroemdste, de bekendste, geliefdste persoon. Ja. In de wereld. En 2, Mussolini. Want die had wel niet alleen die trein op tijd laten rijden, maar hij had ook een einde gemaakt. Wel met knuppels, hè, dat moeten we niet vergeten. Knuppels is de belangrijkste factor, ook bij Hitler. Maar hij had wel einde gemaakt aan al die stakingen. En hij begon met droogleggingen van de moerassen. En hij begon. Ja. Heeft hij allemaal gedaan. En hij gaf ook vrouwen kiesrecht. En hij gaf dit en dat. Dat hij daarna ook allerlei gekke dingen heeft gedaan en gewoon een fascist was, die met de knuppel regeerde. Ja. Dat is wat anders. Maar ook Churchill en ook dus het Algemeen Handelsblad, die noemden hem de belangrijkste en de beste politicus van Europa in 1927. De voorloper, dus, de verre voorloper van het NRC, hè? Even voor de duidelijkheid, van het NRC. Ja, nou ja, dat waren natuurlijk wel de goede burgerijen hier in Amsterdam en omstreken. Ja. Maar we moeten niet doen alsof dat altijd al duidelijk was dat dat een iemand was die de wereld naar de afgrond bracht. Zo, en Hitler ook niet. Hitler werd ook helemaal niet zo negatief beoordeeld door veel media in 1933 en 1934. En ook literaire mensen waar ik dus mee bezig ben, ten behoeve van mijn boek. Ter Braak, die schreef in 1933, ja, ze hebben daar een of andere prolete gekozen tot Rijkskanselier Hitler. Maar daar ga ik me echt niet mee bezighouden, want ik heb belangrijke dingen te doen dan met zulke onzin. Bovendien, wat is vrijheid nou eigenlijk? We moeten niet vergeten dat in die tijd ook in Nederland en ook in andere landen, nee, vrijheid zoals wij die nu kennen, helemaal niet zo belangrijk was. Het belangrijkste was orde. Orde en controle over je eigen leven. Dat waren de belangrijkste dingen. En dat leidt eigenlijk automatisch, zeker in nare tijden, tot de behoefte aan een sterke man. Ja, en dan komen we vanzelf. Als je toch al in die tijd over media sprak, nu, wat is nu de rol van de media? De rol van de media vind ik op het ogenblik een vrij moeilijke. Je kunt zeggen, vroeger in de Koude Oorlog met Kennedy en zo, in die tijd, jaren 60. McNamara noemde het voor het eerst, had je het militair-industrieel complex. Weet je, dat was een samenbundeling van industriële belangen, Boeing en die hadden allemaal belang bij het nog veel steeds meer produceren van wapens en die moest ook gebruikt worden en daardoor kreeg je Vietnam en weet ik het dan. Ik geloof wel dat de afgelopen tijd er een soort politiek-cultureel mediacomplex in Nederland is ontstaan, zeker na de komst van ook NRC Handelsblad, waar we het net over gehad hebben, vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Dus er is een samenbundeling ontstaan van
wat de mensen in de randgemeenten, Groningen, Limburg en zo zeggen, Randstad TV, als ze naar het journaal bekijken, of ze hebben het over Amsterdam Krant. Ja. Want het is in alle kranten zitten op ADNA in en het Nederlands Dagblad van de Gereformeerden in Amsterdam. Dus er is wel een degelijk een grote mate van verwevenheid tussen media en... Trouwens, heel veel moet er natuurlijk bij met de publieke omroep. Maar goed, dat zit ook steeds meer in Amsterdam. Dus een verwevenheid ontstaat tussen media en ook de mensen die erin werken. En de gemeentebestuur, wethouder, was daarvoor werkzaam bij de publieke omroep. En daarna adviseur bij de Raad van Cultuur en dan daar. En dan. Ik ben niet zoals Martin Bosma de PVV en zeker niet de Thierry Boudet, die dat allemaal als cultuurbolsjewisme, cultuurcommunisme noemde. Weet je, nou, dit vraag je, dat, zo ken ik jou niet. Nee. ik ben anticommunist dan. Maar ik ben voor het individualisme. Maar ook het individualisme is niet gebaat bij zo'n grote verwevenheid van allerlei functies. En te veel conformisme alle. Toch? En dat conformisme, dat is wel een groot probleem waar de gewone mensen thuis steeds meer doorheen kijken. En dan hebben we het over de toenemende gevoeligheid bij mensen als gevolg van het feit dat ze allemaal een smartphone hebben. Ze kunnen alles lezen, ze kunnen alles zien. En ze kunnen ook alles ook overal reageren. Dus die complexiteit van de media nu is dat iedereen een toeter heeft, maar ook dat iedereen een heel steeds fijn gevoeliger afgestelde zender heeft en een radar voor wat een ander zegt, twittert. Zeker. Of in het journaal zegt, een opgetrokken wenkbrauw leidt al tot rechtszaken in alles wat vanuit MeToo, de terechte MeToo-kwesties, ook heeft geleid tot dat je denkt van, oh, ja, maar hij keek raar naar me. Of Khadija Arib, de Kamervoorzitter, ja, ze was te hard, ze praatte te luid, dat soort dingen. Ja. Het wordt steeds gevoeliger. Dat betekent dat ook de mensen die ergens niet in, of in de gewone wijken, in de grote steden, die zitten ook te kijken en die hebben ook die gevoeligheid ontwikkeld. Dus die worden boos als er een verkeerd woord gebruikt wordt of als er een verkeerd beeld getoond wordt. Of het zal bij milieus bijvoorbeeld altijd die afbrokkelende ijsschotsen die je ziet. Nou, die komen uit Patagonië, ik ben er geweest. En die komen helemaal niet van de Noordpool. Maar mensen zien dat. Die mensen zien een woord als hun levens zijn totaal verwoest. De slachtoffers. En dan denk ik, ja, maar sorry, wie is hier eigenlijk slachtoffer? De gewone burgers die zijn zo door media gedomineerd in hun hoofd geraakt, dat ze ook heel fijngevoelig orgaan hebben ontwikkeld voor elke beweging rond de ogen en de lippen en zo en mondhoeken. Is dat een goede ontwikkeling of niet? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet, nee. Ik pleit ook al tijden voor om al die fotootjes en zo bij columns weg te halen. Namen ook weg te halen als het niet nodig is. Ik lees de columns natuurlijk ook. Er staan meestal geen namen bij. Het is gewoon het blad wat het zegt. En dan ga je terug naar de inhoud. Maar nu, iedereen wil het contact met de lezer, met de kijker enzovoort, wil versterken door met behulp van een fotootje, een biootje en nog een podcastje erbij en dit en dat. Maar dat betekent wel dat je ook steeds meer reactie krijgt. Jouw kop staat mij helemaal niet aan eigenlijk. En jij zegt, ja, jij knipoog niet goed of jij trok je wenkbrauwen op toen je. Dit is een verjaardagspartijtje met familie. Hé, die oom Piet, die had toch wel een beetje een rare opmerking en zo. En dan, die oom Piet. Dus alles wordt steeds meer, steeds gevoeliger. En dat leidt af van zelfreflectie. Dat leidt af van een beetje, jongens, oké, afstand houden. Een beetje afstand is goed voor de omgang met elkaar. Tuurlijk, maar dat zouden dus in dit geval media zich ook kunnen aantrekken. Dan heb je het vooral denk ik nog meer over de printmedia dan over tv. Tv zie je natuurlijk links en rechts behoorlijk door elkaar. Ik bedoel, je hebt WNL, je hebt Ongehoord zelfs, je hebt ook VI Vandaag. Dat zijn weer hele andere meningen die daar naar voren komen dan bij, VARA, BNN, noem maar op. Ja, maar wat mij opvalt en mijn reactie op wat mij opvalt is dat ik niet zoveel tv meer kijk. Wat de ontwikkeling is wel naar
dat alles commercieel is. Dus of het nou printmedia zijn of audiovisueel of publieke omroep en zo. Ik vertrek, we zijn er bijna. Eindeloos hetzelfde. Als ik rond het journaal die programma's aangekondigd zie, denk ik. Wat is het allemaal? Nou ja, Nieuwsuur Buitenhof wordt er natuurlijk altijd door de grote baas in Hilversum genoemd. Kijk eens even, meneer, we hebben Nieuwsuur, we hebben Buitenhof. Zijn dat dan de schaamlappen, omdat het te weinig is? We hebben de publieke omroep was het daarover hebben, maar ook RTL en Telegraaf en SBS waren het eerste die met diversiteit in de weer waren. Want die zagen van die mensen, hè? De niet-witte, blanke mensen in Nederland, die moeten ook onze krant kunnen kopen en ook ons... Ja. Programma kunnen bekijken. Dus die waren het eerst. En FVPRO, NRC en zo. Dat waren de laatste witte bolwerken. Dus die hebben het laatste pas doorgekregen dat er de wereld is veranderd. Maar wat ik bedoel is dat de commercialisering van alle media ook heeft geleid tot wat ik noem een commercieel conformisme. Men spreekt wel van een intellectueel conformisme aan de universiteiten. Dat iedereen ongeveer hetzelfde moet denken. Daarom richten ze ook al nieuwe universiteiten op in Amerika. En daarom in Nederland heb je nu daarom ook ongehoord Nederland gekregen. En WNL en zo. Maar het commerciële conformisme, dat is wel behoorlijk sterk ontwikkeld hoor. Ondanks nog steeds die diversiteit van Telegraaf. En tegenover Trouw en WNL en ongehoord Nederland tegenover de VPRO en zo. Ja. En dan kom je uit op weer die publieke opinie. Is de boel nu aan het schuiven? En zo ja, blijft de lading op het dek nog op het dek? Of schuift hij naar de reding toe en over de kant en gaat het hele schip kapseizen? Dat is de vraag waar we nu voor staan. Nou ja, dat is nog in de wereld. Dat is nogal een grote vraag. En dat er toch bij die tektonische platen uit dat komen, als het zo'n grote vraag wordt. Nee, maar dit is nog steeds een lager onder. Maar wat, want dat is ook interessant ook, hè? Als je dit zo bestudeert. Maar wat zou dat betekenen? Welke kant zouden die media dan zouden de media op moeten? Wat is dan een gewenste richting voor jou? Weer meer terug naar de analyse in plaats van de mening. Meer terug naar het algemeen belang. En minder naar het persoonlijke leven van de ander. Wat dan symbolisch wordt gesteld voor bijvoorbeeld racisme of seksisme of corruptie en zo. Minder MeToo verhalen bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld, je had nu de verhalen over de Iceman, Wim Hof. Ja. Nou, een jaar geleden was er een heel groot, fantastisch mooi onderzoeksjournalistiek artikel in de Volkskrant verschenen. Over dat imperium van die Wim Hof. Naar aanleiding van de rechtszaak in Amerika. Dat mensen die hem volgden, dat zijn recept om gezond te werden, het niet overleefd hebben. Ja. Dan heb je een fantastisch mooi onderzoek naar hoe die firma Wim Hof en zijn zoon werkt. Nu krijg je nog weer een follow-up over een rechtszaak van zijn ex. Die zou hebben geslagen enzovoort. Dan denk ik, nou, ik heb liever dat grote stuk over de firma de Iceman. Dan de rest. En dat heb je eigenlijk meer toch Financieel Dagblad, Economist verhalen nog met veel statistiek, naast de grafieken, veel dingen uitgezocht. Van waar komt het dan door dat die jongens, mannen zo in het verdomhoekje zijn gekomen? Hoe zit dat dan? Waarom zijn jonge kiezers, 18, 24, of waarom stemmen die in Oost-Duitsland 40% op de AfD? Waarom is die verrechtsing zo hard? Veel meer dan bij meisjes. Ja. Waarom is die kloof? Daar heb je gewoon groot onderzoek voor nodig met big data. En je hebt echt een beetje ook afstand nodig om te kijken, nou, wat zijn de ontwikkelingen dan op dit terrein? En niet van alleen maar op de man spelend van die... Nou ja, op de die trok zijn wenkbrauw op tegenover de Kamervoorzitter. Nee, maar laat het Wim... Nee, zeker, omgekeerd. Maar laat het Wim Hof verhaal pakken. Dan kun je toch zeggen, het kan toch naast elkaar bestaan? Ik bedoel, dat is ook een misstand, een persoonlijk. Het andere is op macroniveau. En dit is microniveau, maar net zo belangrijk. Waarom is het net zo belangrijk? Want het ene is publiek belang. Het andere is een privé-rechtszaak die zijn ex tegen hem heeft aangespannen. Wat een familiekwestie is. Kun je zeggen, ja, het staat symbool voor een heel groot probleem in de samenleving. Dan is het gerechtvaardigd. Maar het algemeen belang van die firma Iceman is wel iets groter, omdat daar via die website iedereen in kan trappen. En ook
het loodje kan leggen. Zeker. En bij een huiselijk geweldzaak die voor de rechter is geweest al jaren geleden, en om dat nog eens uit te doen, dan zeg ik, ja, nou ja, dat vind ik dan toch iets minder belangrijk dan het eerste, het algemene belang. Dus als het algemeen, maar dat is wel een interessante. Want bijvoorbeeld, nou, Matthijs van Nieuwkerk, dat is het beste voorbeeld, maar er zijn er zoveel. Dient het dan wel een algemeen belang om daar heel lang op door te gaan, om dat helemaal uit te splitten en te zoeken? Want dan heb je wel te maken met iemand die, zacht gezegd, niet lekker ligt op de redactie. En die daar over de schreef gaat. En waar heel veel mensen last van hebben. En dan moet er over gepubliceerd worden? Of zeg je nee, ook dat niet? Dat is ook eigenlijk een intern verhaal. Daar moet je niet over berichten. Gaan er toch vanuit dat de mensen rationeel zijn en ook dat de meningsmacht bij die media die die verhalen brengen ligt en niet bij de consument, niet bij de burgers. En ze vergeten ook het irrationele in de mens, waar we dit gesprek over hebben, eigenlijk. Zeker. Meer dan over het rationele. Ja. En dan vergeten de mensen die Matthijs van Nieuwkerk onderuit schoffelen, of Tom Egberts en zo, die vergeten het geval Donald Trump. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? Wat nog iets ruigers is dan wat meneer Van Nieuwkerk en Tom Egberts hebben gedaan, gezegd. En de populariteit staat nu nog in oktober precies gelijk tussen Kamala Harris en Trump. Ondanks die rechtszaken, ondanks zelfs de toejuichen bijna van de bestorming van het Capitool, ondanks al die rechtszaken van ex- en porno-sterren en weet ik wat allemaal. En men zegt juist, nou, het bewijs dat die vent een sterke man is. En dat effect, dus je kunt ook, er wordt te weinig geredeneerd vanuit het omgekeerde. Wat kan het omgekeerde effect zijn? Want de bedoeling is, wij willen mensen bewust maken van seksisme, van racisme, van machtsongelijkheid. Als het gaat om culturele goederen uit andere landen en zo, koloniale landen. Wat is het gevolg? Wat kan het gevolg zijn van deze berichtgeving? Namelijk het omgekeerde. Dat dus mensen zeggen, joh, ik ga recht stemmen. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Dat kan ook het gevolg zijn. En dat wordt iets te weinig beseft, dat het een boemerang effect kan hebben. Ik zeg niet dat je dat niet moet publiceren, maar ik zeg wel, er wordt te veel uitgegaan van het eigen gelijk. Dit is zoals het zit, volgens ons. En als wij het maar brengen, dat noemen ze pedagogische journalistiek, dan voeden wij het volk, voeden wij op met de juiste meningen en de juiste attitudes en ook de juiste gedrag eigenlijk daarna op kantoor of waar ook. En dan is het toch interessant. Want kijk, je hebt ook heel veel van deze journalisten opgeleid. De vorige uitzending toen je hier was, zei je dat ook. Ja, ben ik mede debet aan geweest om deze mensen op te leiden die nu bij deze kranten werken, Volkskrant, NRC, noem maar op. Die zitten daar ook. Een deel ken jij natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat betekent, stel, je was nu hoofdredacteur bij de Volkskrant. Dan die hebben zoveel bericht en nog, geloof ik. Maar nou, het houdt nu het rood een beetje op. Maar als er weer wat is, komt het. Over Matthijs van Nieuwkerk en de gevolgen daarvan. Had jij dan als hoofdredacteur gezegd, jongens, dit gaan we gewoon niet doen. Die tijd gaan we inruimen voor hele andere verhalen, heel veel mooie analyses, maar hier doen we niks mee. Het voordeel is van diversiteit, meer vrouwen op de redactie, meer etnische minderheden enzovoort, is dat je ook meer meningen krijgt. Het nadeel is wel dat een chef, een baas, net als in Den Haag met 4-5 partijen regering en zo, dat die ook meer moet schipperen. Dat hij meer diplomaat moet zijn dan eigenlijk een sterke man die zegt, en zo gaan we doen. Want die moet al die vleugels, al die verschillende groepen binnen zo'n redactie, of het nou bij een krant is of bij een omroep, werken honderden mensen. Al die krachtenvelden. En al die krachtenvelden, dus die zit voortdurend te kijken van, oké, ja, dan moeten we die een beetje geruststellen, dan moeten we die columnist maar even ontslaan en dan moeten we even zuur. Want die moet het schip van staat, dat stelt een vergelijking met Colijn, die daarmee premier werd in 1933. Achter zo'n groot roer op zo'n zeilboot. Schip van staat moet hij wel drijvende houden. En dat is wat het probleem is voor veel leiders van grote ondernemingen. Dat ze te veel verschillende groepen in eigen organisatie hebben. En dat het ook in de behoefte, ook commercieel conformisme, aan gelijkheid, inclusiviteit en iedereen al meepraat en zo. Dat ze daar ook eigenlijk zichzelf te weinig op een verhoging hebben gezet van, ik ben toch de baas en ik bepaal wel hoe de globale richting wordt.
Ja, dat maar dat is sinds jaar en dag wel hetzelfde bij die media. Ik bedoel, weinig hiërarchie. Een chef heet in naam chef. De naam is heel ouderwets, maar in feite durft een chef... Ja, die moet dat ook even doen. Zo is het toch heel lang in die journalistiek geweest. Tour of duty. Je moet dat even doen. En ja, we zijn collega's bij elkaar, dus ik ga daar niet iemand toespreken. Ook als iemand bijvoorbeeld 5 keer een opdracht verzaakt of ontzettend lui is, daar ga ik niks over zeggen. Ja, maar toch zijn er wel twee verschillende tendensen of twee verschillende ontwikkelingen geweest en nog steeds van hoe je leider bent, of het nou van een grote krant is of van een omroep of van een fabriek. Ja. Bij NRC was Van der Voort van de lineair 2010 hoofdredacteur was die Belg. Peter van der Meers, die heeft echt de roer helemaal omgegooid. Ja. En die zei, en er was veel ruzie, werd veel geschreeuwd daar op die redactie. Daar kun je ook nog wel een MeToo-verhaal over schrijven, waarschijnlijk. Ik was er niet bij. Dat weten we niet. Nee, maar dat is nooit naar buiten. Maar ik kreeg een prachtig afscheidsinterview. Daar kwam niets over naar buiten. Het was een harde leider. En je kunt ook de zachte leider spelen. Van, nou, ik geef iedereen wat een beetje. En dan weer die en dan weer die. En zo, dan hou ik de lieve vrede in de redactie. En dan kun je misschien toch te veel meegevoerd worden naar een laag tij. Naar een lage wal. Omdat je te weinig oplet van... Hé jongens, we moeten het schip van straat toch die kant op sturen. Want zo gaan we langzaam maar zeker toch de verkeerde kant uit. Dan gaat de lading op het dek toch wel iets te veel naar links schuiven. Of naar rechts. En dat houden we op een gegeven moment niet. Want op een gegeven moment kun je een lawine niet meer terugduwen natuurlijk. Nee, maar dan komen we weer op uiteindelijk de vernieuwkerk-kwestie uit. Zeg je, zo simpel is het niet? Of is het lastiger antwoord op te geven? Of zeg je van, nou, ik had het wel geweten als ik hoofdredacteur was. Was het dan een te persoonlijk verhaal toch uiteindelijk voor jou? Of zeg je, nee, dit is wel degelijk een verhaal met een maatschappelijke waarde. Dat had ik geplaatst. Ik had wel wat kritiek op, ja. De fundamentele problemen die eronder lagen, namelijk al die ZZP'ers op nulurencontracten die er allemaal op die redactie zitten, die allemaal niks durven te zeggen en zo. Dat is het probleem wat ook helemaal niet veranderd is. Dat was eigenlijk het echte probleem. Het echte probleem was ook dat er niemand, dat Van Nieuwkerk de hoofdredacteur was van zijn programma, maar ook eigenlijk de baas. Dat er niemand boven stond die zei, hey joh, dat gaan we anders doen. Dat hij eigenlijk te veel macht had vanwege de grote hoge kijkcijfers. En dat mensen het niet meer durfden. En dan komen we weer bij Machiavelli uit. Ja. Want die zei, ja, mensen die dichtbij je staan, die wel weten wie je bent, die durven ze niet te verzetten, want ze zijn te afhankelijk van jou. En dat is wel wat meer nadruk had mogen hebben gekregen in die berichtgeving. Of hij zich nou wel of niet misdraagt, zeg je, dat is toch uiteindelijk meer een persoonlijk verhaal, of een intern verhaal, maar alles daaromheen, de uitwassen dus, letterlijk, die moeten, en de mechanismes ook, die daar aan de grondslag liggen, daar moet je over berichten. Nou, moet je diep in. Dat had meer aandacht mogen krijgen, zoals zeg maar bij de Panama Papers en zo. Dat is een heel wereldwijd groot onderzoeksjournalistiek project geweest. Dan zeiden ze wel, dit is een structurele manco van die Maagdeneilanden en van die belastingvrije oorden. Dat is het probleem. En dat is wel ook daardoor ten dele aangepakt. En ik ben lang vergeten wie er allemaal als persoon bij betrokken waren. Ik geloof dat de premier van Ierland is afgetreden of van IJsland of zo. Maar die had er ook allemaal geld gestald en zo, belastingvrij. Dat zijn eigenlijk onbetekenend vergeleken bij die structurele manco's in het systeem. Heb je misschien, om dit even in een mooi perspectief te plaatsen, en voor de mensen die dit nu ook zien, dat je denkt, wacht even, welke kant zou het op kunnen gaan? En dan wil je altijd voorbeelden zien. Misschien is er wel in een omringend land, in België of Duitsland, Zwitserland, zijn er wel aardige voorbeelden te vinden van kranten of van omroepen die het beter doen. Die ons als voorbeeld kunnen dienen. Mijn bezwaar tegen sommige Nederlandse media is dat ze allemaal zeggen, Rutte of Schoof, moet dit, moet dat, al moeten. Nederland is een theologisch land wat al helemaal aan bijbelinterpretatie doet. Hij heeft verkeerd gezien, hij moet dat. Maar buitenlandse media, The Guardian, is ook een link voor progressieve krant, maar The Economist, die hebben veel meer analyse. Dus die zeggen,
Ons standpunt is duidelijk. Wij zijn een liberale, kapitalistische krant die de democratische orde willen hooghouden. Dat zegt de Economist bijvoorbeeld heel vaak. Maar ons advies zou zijn, ja. Stem toch maar op die Kamala Harris of zo. Of onze analyse van het Midden-Oosten is dat het nu wel heel erg dicht naar een... Maar ons advies zou zijn. En dan laat je ook de lezer, de kijker in zijn waarde. En die zegt, oké, we hebben verschillende opties. Onze keus is duidelijk. Dat wilde, ter behoeve van de efficiëntie willen de kijkers en de luisteren en de lezers willen het toch horen. Want die weten er meer vanaf dan ik. Ja. Ik zeg altijd, oké, dan luister ik naar je. Als het maar op een manier verteld wordt, dat ik ook nog zelf kan denken, oké, ik heb 3 opties gehoord, ik kies deze. En niet van, jij moet dat vinden, jij moet dit en dit moet zus en dat moet zo. Dat kan niet meer in deze tijden van gelijkheid die in die zin dus wel gelukkig geëmancipeerd zijn. En dat is wat vaak media verkeerd doen. Te veel, te belerend gewoon, te pedagogisch, want wij weten het allemaal. En bijna de helft van de Nederlandse bevolking is hoog opgeleid. Ja. Die heeft meer dan mbo. Bijna 40% of zo. Dus die kun je niet zomaar meer belerend toespreken van... Hé jongens, je zegt, oké, dit is het probleem. En die MBO, uitleggen. En die mbo's ook niet trouwens. En die mbo's ook niet. Die hebben vaak meer kennis van praktische dingen... dan die theoretische cultuur, regiocultuur, communicatiekundigen van dit land. Dus ik denk dat het beter kan als je... Ja, wie kan wie doet dan goed? Ik vond Ronald Reagan altijd... Die werd ook als Hitler neer afgeschilderd destijds. Maar die kon toch met een lach. Met een lach. Ja. En Rutte werd ook natuurlijk als idioot. De regering van de grijnsheid werd op een grote plakkaat van de FNV en zo. Ja. Ondertussen heeft die lachen toch wel 14, 15 jaar dat land... in bloei gehouden, zou ik willen zeggen. Je kunt wel aanmerkingen hebben, natuurlijk. Maar dat zegt de FNV, heeft het helemaal niet gedaan. Hij heeft er een grote puinhoop van gemaakt. Hij heeft ons naar de kloten geholpen. Oh, ja. Dat is ook hun boodschap. En de volgende dag zeggen we weer, als het over asielzoekers gaat, of over gezondheidszorg. We zijn het rijkste land ter wereld en we mogen mensen niet... iedereen moet een laptop en armoede en achtergesteld enzovoort. Dus dat is maar net hoe de wind waait mijn rokje. Dat ene argument, want hij heeft er puinhoop van gemaakt. En de volgende, we zijn het rijkste land ter wereld. Ook Rutte. Ik heb Rutte maar 1 keer bang gezien. Dat was toen hij over zijn sms moest beginnen in de Tweede Kamer. En zei, ik heb niet gelogen. Ja. Toen knip je die even met zijn ogen. Maar voor de rest altijd, ook nu weer, lachend staat hij daar in Oekraïne. Lachend staat hij daar. Is scheef de NAVO, Poetin. Waanzinnig, zeker. Maar hij gaat gewoon op de oude voet verder. Maar hij is dus ook een type sterke leider. Ja, dat denk ik wel. Heeft een vorm van schaamteloosheid. Als ik een voorspelling mag doen. Hij heeft natuurlijk heel handig natuurlijk ook Trump natuurlijk en Biden en allerlei. Maakt mij niet uit wie het wint. Hij kan namelijk ook, en dat heeft hij bewezen toen hij een excusesrede hield over de slavernij in Suriname een paar jaar geleden. Toen was hij indrukwekkend. Maar hij is gewoon nog een enorm acteur. Hij kan het heel goed spelen. Dus hij kan ook heel goed een hele sterke man spelen. Want dat is de grap van de sterke man. Die zijn ook maar... Die worden groot door de massa. Dus, ja. En Hitler die voortdurend dat oefenen voor de spiegel thuis in de jaren 20, voordat hij groot werd. Hoe hij dat moet doen en stemoefeningen. En ze lazen allemaal boeken van Gustave Le Bon over massapsychologie en zo. Ze waren echt niet van geen wonderkinderen die dat vanzelf allemaal afging. Nee, ze hebben geoefend. En dat is wat Rutte ook kan. Dus die kan ook een sterke man spelen, denk ik. En dan zeg je met Machiavelli. En dat werkt ook, want de meeste mensen zien wat het schijnt. Ja, maar ondertussen moeten er ook resultaten komen. Want je kunt wel... Boris Johnson die had wel een grote schijn en die had ook wel een grote mond. Maar uiteindelijk zagen ze wel dat die backs natuurlijk een grote vergissing was. Ja. En dat ze er eigenlijk ingetuind zijn. Ja. En dat is eigenlijk, nu zijn ze afgerekend. De conservatieven hebben 60 zetels van de 500 over, geloof ik. Of 160. Gedecimeerd zijn ze. En dat is wel wat de wraak is van het volk. Via de stembus. En niet via de rechtbank. Omdat het volk uiteindelijk dan ook ziet wat het is.
Of voelt wat het is? Het volk kan kiezen, ik kan naar een stembus gaan. Dan hoef je niet veel over te weten, dus iedereen mag stemmen. De volgende is demonstreren, met vlag en zo. En de volgende is saboteren. Een meisje met de parel een beetje bekladden en zo. En weet ik het, klimaatklevers. En daarna heb je nog echt opstand, stakingen. Dan heb je dan, uiteindelijk heb je een revolutie. Ja. Dat kan ook nog. En dan kun je dat voorspellen natuurlijk als Poetin, ondanks al zijn facelift, toch een keertje gerimpeld in elkaar zakt of zo, dat er toch een revolutie in Rusland kan komen. Dat is het uiteindelijke mogelijkheid. Om weer een nieuwe glasnost heeft. Een nieuwe glasnost zou daar ook kunnen, dat kun je niet uitsluiten. Ja, de openheid en de democratisering van Gorbachev, ook alweer 40 jaar geleden. Dat zou kunnen dat de opvolgers van een vermoorde, dan wel overleden Poetin, anders is overleden Poetin, daarvoor kiest. Het gevolg kan ook zijn burgeroorlog van allemaal partijen die nu zich koest houden. Kan ook zijn dat het gevolg is een revolutie dat Rusland zegt, wij willen toch gewoon helemaal bij Europa horen. Want wij willen niet helemaal alleen tussen China en Amerika platgewalst worden. Dus dan zou een revolutie een hoopvol iets zijn. Maar dat is niet gezegd. Nee. Het is, Maar goed wel dat we zo kunnen eindigen. De toekomst is onzeker en dat is een hoopvol ding. Dat blijft een hoopvol ding, ja. Zeker als je begint met fanatieke fantasten. Dat je hier toch zo'n mooie draai aan weet te geven, tot slot. Ben je katholiek opgevoed? Of? Dat wel, ja. Dat wel. Nou, dat kwam ook in het gesprek. Geloof, hoop en liefde, hè? Goed, ik dank je. Dit is het eerste gesprek in de laag eronder, die je zelf bedacht hebt. Geweldige titel ook, want daar gaat het steeds over. Onregelmatig verschillende serie wordt dit. Ik dank je en nog veel succes met het boek. En jij ook succes met je mooie nieuwe ankers. Dank je wel. En jullie dank voor het kijken naar Nieuwe Ankers.